De bond bij Republic Bank Limited Suriname is in actie. Bondsvoorzitter Willy Rodriguez zegt dat de bond reeds 6 maanden bezig is te onderhandelen met de directie. Het gaat om loonsverhoging van de werknemers. De bond onderhandelt sinds januari met de directie en er is nog geen gewenste resultaat bereikt, zegt de bondsvoorzitter. We zijn de eerste die begonnen in die sector. En de andere banken zijn al zo ver en wij nog steeds niet. We hebben de directie een ultimatum gegeven vorige week vrijdag. En we hebben deze week toch nog het opgebracht om met ze te onderhandelen. Gisteravond tot 12 uur, vanmorgen weer om 7 uur. En we komen er maar niet uit. En we hebben dus onze shopstewards een briefing gegeven van hoe het is afgelopen. En ze hebben natuurlijk met hun leden gecommuniceerd hierover. En het resultaat is die staking. De leden zijn niet tevreden met de verhoging die de directie aanbiedt, zegt Rodriguez. Zij geeft aan dat zelfs een bank die in financiële problemen zit, haar leden een betere loonsverhoging heeft gegeven dan wat de Republic Bank haar leden aanbiedt. Dus de andere banken die hebben al een loonsverhoging gehad. Maar wij zijn sinds januari begonnen met onderhandelen. Dus de mensen zijn natuurlijk ontevreden dat het zo lang duurt en dat ze nog steeds de laagste zijn in de sector. Maar de mensen werken hard. Ja, ze werken hard. Vaak moeten ze op zaterdag en zondag ook nog hier zijn. Dus ik vind, je moet je mensen waarderen. Je kan niet de buitenwereld, wat er vaak gebeurt, de buitenwereld. Vaak worden er donaties gegeven en dat soort dingen. We vinden het goed. Zo hoort het. Maar je moet je mensen ook waarderen. Het is net een gezin, toch? Dat je niet kijkt naar je kinderen, maar je bent bezig met andere kinderen van andere gezinnen. Ik bedoel, je moet je mensen ook waarderen. Daar moet je beginnen en dan ga je naar buiten. We hebben er helemaal geen probleem mee, zo hoort het, dat je ook de sociaal zwakkeren helpt. Maar je moet ook je eigen mensen waarderen, zodat ze gemotiveerd zijn om elke dag te komen werken. Willy Rodriguez, voorzitter van de bond bij de Republic Bank Suriname. Het personeel heeft vandaag het werk neergelegd. Rodriguez hoopt dat de directie van de bank haar bod aanpast, zodat het werk hervat kan worden. Ze willen hun klanten niet duperen, maar zo kunnen ze ook niet verder gaan, besluit de bondsvoorzitter. De bank was echter niet gesloten voor het publiek, omdat de staf het werk heeft overgenomen.